Okay. Hey, hoe belangrijk is de goede nachtcultuur volgens jou voor de stad? Nou, die is wel essentieel. Ja, ik ben een beetje bang dat het opa verteld gaat worden. Maar dat is helemaal niet erg. Dat is juist leuk. Voor de mensen die... beetje historisch perspectief. Hè? Precies. Voor de mensen die weten, wij zijn ooit begonnen in de nacht. Ik zit eigenlijk van 1986 tot 2016. Heb ik echt nachtclubs en zaken gehad. Of drive-in shows. Dat is maar in ieder geval altijd in de nacht bezig geweest. En we hebben hier een hele korte periode gehad. Want ik hoorde Demi net zeggen van Amsterdam en Rotterdam. Daar moet je toch zijn, zeg maar, als je uitgaat. Zo zien heel veel mensen dat is altijd wel al een beetje zo geweest. Alleen we hebben een periode gehad in de jaren 90. 1996 begon de Asta, dat zit hier op kijkafstand van de studio. Dat was echt fantastisch, want dat was gewoon de stoelen eruit en de speakers erin. En dat wil je eigenlijk. Het moet het was een bioscoop. Het leek net een illegaal feest, maar dan, dan 2 jaar lang gewoon legaal. En de Tempel was weer een hele andere soort zaak. Dat was een historisch bankgebouw. Daar waren nog normen en waarden zoals ze nu niet meer kunnen. Hè. Geen telefoon, je kettingtje naar binnen, geen sportschoenen. Nou, het was schreeuwen werd ook nog, werd je ook nog op je schouder getikt. Nou, moet je nu omkomen. Dus er was toen wel een periode dat het even heel goed ging. En in het begin zero's. Toen hadden wij hier een hele goede horeca-coördinator in Den Haag. Toen hebben we echt wel een periode gehad dat hier op donderdag wel iets van 10.000, 12.000 man op straat liepen. De Silly Symphonies was een zaakje op de Grote Markt. We later een supermarkt en dat is nu Hoender en Hop, volgens mij heet het inmiddels. Ja. Was hartstikke leuk, was ook 's nachts. Toen hadden we de Asta, die was weer heropend. De Cocoon kwam aan de overkant, dat is nu Club Lustig. Dus toen was er opeens heel veel reuring. Havana, Danzig, toen was er echt veel te doen. Je hebt de marathon eigenlijk niet eens genoemd. En ook de marathon niet eens genoemd, omdat die altijd zo heel erg buiten het centrum is. Maar dat was mijn leukste tijd, we heetten het de O. Dat was van 1999 tot 2003. En wij zaten precies op zo'n, het leek wel surfen, dat we precies op de golf zaten. Dat Chesto opkwam met de Armin van Buren. En al die gasten, dat werden dan persoonlijke vrienden. Dus dan, die stonden bij ons om de maand, zeg maar. Ja, daar moet je nou omkomen. Dus wat dat betreft hebben we, is het misschien wel een beetje in golfbeweging. Want het wordt altijd gedaan als Den Haag. Ik zei het net al in de introductie. Dat Den Haag een slaapstad is, maar dat is het echt niet al die jaren geweest. Dus. Zeker niet. Nee, dat wil ik maar even zeggen. En we hebben nog, en dat hoorde ik Demi ook zeggen net in het voorgesprekje, we hebben een geweldig strand natuurlijk ook. Hè? En dat Noorderstrand, dat zouden we eigenlijk veel meer moeten benutten. Ja. Vind je dat het niet genoeg benut wordt? Als ik daar langs loop, dan is echt al die clubs overal feesten. Het is echt bomvol. Ja, maar ze hebben dus, als we het over de nacht hebben, ze hebben tegenwoordig bij heel weinig nachtvergunningen. Dus op het hele stuk krijgt één zaak krijgt een nachtvergunning. Dus wat doen ze nu, en dat vind ik helemaal geen slechte ontwikkeling trouwens, is van 6 tot 12. Dat kan natuurlijk ook. En dan zitten ze wel allemaal vol. En dat is eigenlijk nog veel leuker. Dan lig je nog bij tijds in bed. Dan wel kan je nog thuis wat doen. Nou, en, je kan terug met de tram. Dat is ook wel een ding. Ja. Dat las je ook wel terug in de nachtvisie inderdaad. Dat voor mensen is openbaar vervoer is ook wel echt belangrijk. Als je ergens een drankje of twee of misschien iets meer doet. En je misschien niet beter niet op de fiets terug kan. Dan is het wel echt heel fijn als er nog een bus of een tram gaat. Dat is ook voor de nachtbus. Heel blij dat die weer terug zijn. Ja, nou ja, misschien ben ik dan dus gewoon te pessimistisch, Koen. Nee hoor, ik deel dat pessimisme in zoverre. Dat er is bij alles wat je doet natuurlijk ook een beetje een situatie dat door veel aanbod ontstaat er vraag. Hè. Dat is zoals het hoort te zijn, dat hebben we nu niet. Maar we moeten niet vergeten dat de animo bij de bezoekers liep natuurlijk ook behoorlijk terug. Om even weer opa verteld te doen, dat in de jaren 90, toen waren wij zo'n conglomeraat van grotere discotheken boven 1000 mensen. Toen waren er 880 grote discotheken in Nederland. En toen wij stopten, dat was dus in 2009, toen waren er nog maar 145. Middels, heb ik net even opgezocht, daarom was ik op mijn telefoon heel ongeïnteresseerd, leek het, maar dat was dus zeker met een doel, is dat dus sinds 2009 nog een keer gehalveerd. Dus het betekent dat alleen Rotterdam en Amsterdam hebben echt nog grote discotheken. Niet dat discotheken alles zeggen, want we kunnen ook denken aan nachtrestaurants, we kunnen denken aan meerdere dingen die in de nacht zorgen dat er wat gebeurt. He, zoals we vroeger de Koninginnennacht hadden, dat was ook dan na een uurtje of één, nou meestal moest je dan zorgen dat je binnen was ergens, maar een ander verhaal. Maar er gebeurde er nog wel wat. Er was de reuring op straat. En dat is natuurlijk wat Demi bedoelt. Dat zie je in Amsterdam natuurlijk wel. En als je over het Leidseplein loopt, dan is er echt nog van alles aan de hand. Maar ook de McDonald's zit nog helemaal vol. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Hart voor Den Haag, daar denk ik aan van, ja, jullie wilden nog meer bruine kroegen misschien. Misschien nog meer nachtontheffingen. Ja, zeker. Ja. Er zijn best wel wat locaties die nog niet in de visie staan. Die net buiten, dat is soms echt 20 meter of zo, hè, dat je buiten het gebied valt. Dan krijg je geen nachtvergunning bijvoorbeeld. En dat is best wel grappig, want de mensen die hier in deze hele buurt hebben 24 uur ontheffing. Dat weten heel veel mensen niet, want ik lees op Facebook altijd de gemeente geeft geen vergunningen. Weet ik wel. Helemaal niet waar. We hebben hier 24 uur kerngebieden, zoals dat heet. Daar kan je ook in Scheveningen, kan je 24 uur open. Maar niemand doet het. En dat is misschien een ander punt waar je het misschien nog over gaat hebben. Er zijn natuurlijk heel veel redenen om dat niet meer te doen. En dat kan zijn bijvoorbeeld
één vechtpartij. Een ernstige, die kan zorgen dat je wordt gesloten voor 3 maanden. Drugs, dat is natuurlijk een heel groot probleem wat overal gebeurt. Hier in de bibliotheek, in het casino, overal wordt drugs gebruikt helaas. En moet je dan met een drugshond aan de deur gaan staan? Dat soort dingen, dat is een probleem. Als je dan 2 keer wordt gesnapt, dan word je 6 maanden gesloten. Ja. Wie gaat dan miljoenen investeren in een nachtclub? Dat is bijna niet te doen. En ik hoor Leonie net zeggen over inderdaad binnengeluid maken, is natuurlijk punt 1. Maar als er veel mensen op afkomen, heb je natuurlijk altijd mensen buiten staan. Nou, en dat vind ik... dat is in de nachtvisie vind ik wel goed. Dat er een beetje wordt gedaan. Ja, als je hier in het centrum gaat wonen, moet je wel een bepaalde overlast moet je accepteren. Ja, precies. Want inderdaad, belangrijk punt is, je hebt het er zelf al over, hoe zorg je eigenlijk voor een bruisend nachtleven, uitgaansleven, waarbij omwonenden eigenlijk zo min mogelijk overlast hebben. Kunnen we wat dat betreft iets leren uit het verleden? Ik zie je een beetje meewarig klikken. Nou ja, kijk, die omwonenden, kijk, iedereen die op het Leidseplein gaat wonen in Amsterdam, die gaat echt de politie niet bellen als ze last hebben om 3 uur 's nachts. Daar is het gewoon algemeen geaccepteerd. Dat is, En je weet als je daar gaat wonen, ja, dat tot... Een heel vervelend friebeltje in mijn keel. Maar dat is natuurlijk een beetje wat hier niet het geval is. We hebben hier toevallig een situatie op de Grote Markt. Daar is 1 iemand die heeft geklaagd en daardoor kan de Zeta maar heel weinig geluid maken. Daardoor moest de boterwagen stoppen met de salsaavond. Het moet niet zo zijn. En dat wordt een uitdaging, want de Omgevingsdienst Haaglanden die constateert overtredingen. Daar staat de gemeente eigenlijk officieel buiten. Hoe gaan we dat doen juridisch? Of wordt dat weer zo'n voorbeeld van we willen het wel, maar het gaat niet? Ja, nou, Leonie, geef het antwoord maar. Nou, nee, ik ben het helemaal met Koen eens, maar dat staat ook wel heel eerlijk in die visie. Je hebt echt een probleem. De geluidsnormen liggen landelijk vast. Daar kunnen we als gemeente van alles willen, maar daar kun je niet zoveel mee. Mm-hmm. Maar Amsterdam hanteren ze niet, of handhaven ze niet. Nou ja, dat is een keuze van de gemeente. Die keuze kunnen wij wel maken. Ja. Nou, ik wilde aanvullen dat we kunnen dat natuurlijk ook zien als bijvoorbeeld de isolatie bij die mensen zelf aanbrengen, waardoor ze minder last hebben. Dat zijn ook in heel praktische dingen, maar dat zijn pragmatische oplossingen. Maar dat staat op zich ook wel in die nachtvisie. Hè? Er staat een akoestisch onderzoek van maximaal €3.000 per woning. En voor de subsidie is maximaal €50.000 beschikbaar. Ik kan me wel voorstellen dat Koen een keer geweigerd is bij de deur. Nee, nou, de Roxy inderdaad, je hebt gelijk. Dan moest je heel hip, dan moest je echt eigenlijk met tepelklemmen moet je aankomen. Dan, die heb jij niet, Koen. Die had ik toen wel, maar dat werd niet gewaardeerd. Niet een goede kleur. Nee. Maar het is een heel groot probleem, want dit wordt nu heel makkelijk zo van... eigenlijk is het een schandaal. En dat is het natuurlijk ook, want elke de vorm van discriminatie is erg. Maar ik heb natuurlijk aan de andere kant van het verhaal gestaan. En als je min of meer wordt verplicht om iedereen binnen te laten... dan kun je ook niet meer stellen dat je verantwoordelijk bent voor de veiligheid binnen in de tent. En dat hebben we natuurlijk heel regelmatig aan de hand gehad. Wij op een gegeven moment, de portiers weten gewoon wie de raddraaiers zijn. En als er dus een groep van 20 man komt en er zit er 1 tussen, dat is niet zo erg. Maar zijn het er 2 of 3 en een week later komen er nog 2 bij, dan heb je wel een probleem. En dat is een veel moeilijker probleem dan je dat als we even zo neerzetten op een papiertje. Van iedereen moet in principe binnen kunnen komen. Want dat is alleen maar eerlijk als de ondernemer niet verantwoordelijk wordt gehouden voor de situatie binnen.